Blauwdoek, 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 blauwdoek. Dames en heren, welkom bij deze Disney Cross Special. We waren vorige keer geëindigd bij de knoepert, maar dit keer wordt het geen knoepert. Nou, het wordt dan knoepert van een attractie. Want Kenzo en Pieter zijn bezig geweest aan de renovatie van de Le Carnaval. En wat dat precies inhoudt, zien we na het intro. Okay, people, let's go to work. En ik zie al hevig geknik hier zo om me heen. Het is echt een chaos. Maar Kenzo. Ja. Wat is nou allemaal gebeurd? Vertel nou eens. Ja, we hebben gewoon heel veel nieuwe effecten toegevoegd. En wij gaan een kleine preview zien met de crew. En ik zie hier allemaal bordjes. Is dit een doek? Wat is dit? Een blauwdoek. Volgens mij is het een blauwdoek. mogen wij er doorheen met de kompas? Ja. Want dat het nog niet al te druk wordt, hè? Oh. We gaan door met ingang. Dat waren dus een van de nieuwe effecten. Oh, leuk. Dus watereffect hier. Ja. Gaaf, joh. Nou, dit is vet gedaan al. Je ziet allemaal water. Hier begint het al gewoon al, hè. En wat is nou de shortcut? Oh, dan moet dit dicht natuurlijk, zo. Oh, ja. Sorry, Jens. Nice. En ik zei, moet ik mijn geluiden aanzetten? Gewoon lekker mijn geluiden aan, want het gaat allemaal gebeuren hier natuurlijk. Kom, kijk, hier hebben we dus mooie vuurwerk. Oh, gaaf. Achter het glas. En hier gaan we beginnen dus. Er zijn er geen carries meer, maar we hebben het een beetje geüpgrade. En we gaan nog zeker de thematisatie nog leuker aankleden. Maar nu zijn er dus allerlei dingen die bewegen in de clownen. Vooral naar boven kijken. Kijk ook naar boven bij die toren daar. Oh, dus. Leuk. Oh, wauw. Helemaal daar, joh. Zonder wireless redstone? Zonder wireless redstone. Wauw, dat is echt heel knap. Dat is echt heel gaaf gedaan, joh. Ja. Ik ga natuurlijk niet alles laten zien, want dit is allemaal spoilers voor jullie. Dus ik laat nog niet alles zien, maar wel een aantal dingen die je ziet. Er zitten echt heel leuke effecten toegevoegd. En zoals je al zag, water, bewegende effecten, lichteffecten. Je moet eigenlijk alles ontdekken. En hier is het heel donker al. Ik zie een hele enge pumpkin in de boom. Wat gaat hier gebeuren? Oh, gaaf, er komt een TNT omhoog. Dat is echt gaaf gedaan, jongens. En echt. Oh, wauw, dat vuur. Wauw. Misschien kunnen we achter deze bosjes nog een NPC maken op een piston. Net als de vorige, ja. Dat hij nou zo omhoog schiet. Ja, gaaf. Ja. Gaan we nog alleen even Holland zien. Zo. Oh, het kaasje komt ook. Naar kaas, naar kaas. Naar kaas. Oh, en er komt kaas hier uit de vod, wordt er uitgespoten hier uit de. En zijn we naar de Red Light District hier. Voor ik had een naakte skin gewonnen, een naakte dame. Gezet. Wat aan het leukste van deze kamer. Oh, dat is gaaf. Maar jullie zijn nog niet klaar, toch? Begreep ik. Er zijn nog meer effecten die jullie willen doen, toch? Een paar. Een paar nog. We zijn bijna klaar. Oh, gaaf. Ik ben heel benieuwd. Dan kunnen bezoekers hier met sneeuwballen schieten. Nog meer rond. Oh, leuk. En hoe komen ze daar bovenop? Gewoon via een trappetje of zo? We hebben hier een pressure plate. En dan moet je zo snel mogelijk naar binnen lopen. Oké, want je komt misschien ook via de zijkant hier. Kijk. Oh, dan kan je nog niks. Kan ook. Dan kan je ook nog niks. Alhoewel, je zou hierop kunnen stappen. En dan hierop. Ja, dan zou je het waarschijnlijk ook kunnen halen. Ja. Kijk, maar dat maakt helemaal niks uit. Gaaf dat, joh. Lopen. Oh, wat leuk, joh. En dan kunnen bezoekertjes hier staan, bijvoorbeeld. En dan. Ah, je kan mijn Tony pakken. Oh, gaaf, joh. Oh, leuk gedaan. Super. Kijk wat Jens. Zijn mikmak. We gaan door. En Gio is er ook inmiddels binnengekomen. Okay, maar, en die zijn ook. Kenzo. En een clowntje. Hallo, wat een schattig. Ik vind het toch een schattig kopje, hoor. Vind je? Ja. Die ogen zo keihard op die neus. Kom je in het China gedeelte? Hier hebben we ook een Chinese vuurwerk. En natuurlijk. Kun je sushi vissen? Oh, dat duurt even. Oh, daar achterin, joh. Oh, wat gaaf. Oh, wow. En een soort van 3D-effect gecreëerd. Gaaf, joh. Ja, daarom is het echt een attractie die nu lekker op je gemak. Je kan kijken op je eigen tijd. En anders zat je natuurlijk in een karretje. Dat was natuurlijk ook heel leuk. Oh, kijk eens. Flits, dat is leuk. Dat zijn leuke effecten zo. Dit, met zo'n vuurwerkje erbij. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat moet echt veel gebeuren nog. Hé, hey, Dickie. Oh. Niks gebeurd. Je hebt
het niet gezien dat Vincent de blokjes. Ja, ik wil nog niet heel de attractie zien eigenlijk, want het was eigenlijk een verrassing nog. Zullen we naar buiten gaan? Dan was het klaar ervan. Zoekertjes kunnen er lekker niet in. Ha. Ik dacht dat ik wat zag inderdaad in de chat, maar ik heb het gelukkig niet gezien. Dit was de Clownaval update, mensen. En ik wil Pieter en Kenzo heel erg bedanken, want die waren vooral bezig met Redstone in deze attractie. En ze zijn nog steeds mee bezig. Mm-hmm. En vooral die toren was echt heel vet. Ik wil zelf nog met een Builders team nog even door deze attractie gaan om hem nog lekker te renoveren en dingen bij te bouwen. En Erik, zit je lekker? Ik zit heerlijk. Jij bent echt een skeletten mannetje. Oh, ja. Je hebt een masker op. Ja, ik heb een masker op gedaan. Heb jij een masker op? En Gio. Een masker. Gio, hey Gio. Gio is er ook. Kijk eens, Gio. Daar zit hij hoor. Nou zit hij, hij vlucht weg. Hij rent gelijk weer weg. Hij is wel verlegen. Jammer, dit verlegen. Hij komt nog sowieso de attractie te zien. Dus, Gio, kom terug. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze kleine update video over de Clownaval. En dan zien we weer volgende keer terug in de nieuwe Deze Special. Koes, poes. Doei. Bye bye.